Een hele goede middag, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij de vogeldemonstratie van Avifauna. Mijn naam is Rob en dit is een vijftal ara's die vandaag de demonstratie voor u wel heel erg netjes geopend heeft. Bouwen. En dat gaat ze dan heel erg netjes bouwen, dat nest. En wanneer het klaar is, dan neemt het vrouwtje daar plaats. En dan blijft zij daar ook. Dus moet het mannetje heel hard gaan werken om te zorgen dat zij niets tekort komen op het nest. Ook wanneer er eieren zijn en als er jongen zijn, moet hij zelfs nog harder werken. Want dan moet hij ook zorg dragen dat de jongen niets tekort komen. En als de jongen groot genoeg zijn om het nest te verlaten, dan begrijpen jullie wel. Dan gaat het hele gezin samen het oerwoud in. En daar krijgen de jongen alles geleerd wat nodig is. Voordelen. Want als je natuurlijk als vrouwtje zijnde op het nest zit en er dreigt natuurlijk gevaar, dan heb je natuurlijk al veel meer body om te zeggen zo, nu moet jij wegwezen, want die jongen die zijn van mij. En daarnaast heeft het ook nog een andere functie, want je kan namelijk, als je zo groot bent, ook wat grotere prooien pakken natuurlijk. En dan praat ik zeker over konijnen en niet te vergeten over hazen. Want dat kunnen ze zonder meer de baas. Maar als je in een groep leeft, dan heb je natuurlijk wel een voordeel dat je afspraken kan maken met elkaar. Want als je natuurlijk tegen één zegt, als jij daar gaat zitten, jij daar en jij daar, dan gaan wij op jacht op prooien, maar wat kleinere prooien, om dan te proberen dat de jonge vogels natuurlijk die prooi ook leren vasthouden. De klauwen van zo'n roofvogel, wanneer ze een prooi pakken, die slaan op slot. En dat zijn eigenlijk allemaal kleine botjes die om elkaar schuiven en... Ja, goed zo. Ik zei al tegen hem, dit is een extra guy en zijn naam is Jay. En we gaan eens kijken, die arm maar omhoog, of dat hij deze kant heen wil komen. Goed zo, ander stokje in je hand. Goed zo. Dan gaan we het nog een keer proberen. Keurig, goed. Het laatste stokje ook nog eventjes. Hop. De muziek is een beetje aan het zingen. Blijf je daar zitten? Vind je het nestje mooi zat? Oh, daar ben ik niet blij mee. Hij heeft een slak gevonden. Oh. Een extra gaai is namelijk een alleseter. Hij eet fruit. Hij eet wat, ja, slakken zoals ik eigenlijk zeg. Meelwormen, noem maar op. Graden, zaden. Het maakt allemaal niet uit. Hij vindt het allemaal heerlijk. Ja, doe maar omhoog dat stokje. Dan gaan we kijken of dat hij het toch nog even wil doen. En hij kan echt alles gebruiken, deze jongeman. Zo. En ik zei al tegen jullie, het zijn echte rovers. Want deze vogels die eten namelijk ook slangen. En om een slang op te eten, moet je hem eerst doden. En dat doen ze door middel van een hart op de grond of op een steen dood te gooien. Hij blijft dapper doorgooien. En weten jullie waarom? Want op een gegeven moment is die slang natuurlijk wel dood. Maar weten jullie waarom die dan toch nog door blijft gooien? Ik zal het jullie vertellen. Een slang heeft namelijk ruggenwervels. En om die door te slikken moet je ze eerst verbrijzelen. En daardoor blijft hij dan toch nog eventjes doorgooien. Maar ik ga kijken of dat ik... Kijk eens aan. Dan laat ik kijken in de bocht, hè. Oeh, daar is hij.
Kijk, een Amerikaanse zeearend is een echte visser. Een beroepsvisser kan je bijna wel zeggen. Ik ga ook zo meteen een stukje in het water gooien voor u. En dan kan ze aan u laten zien hoe goed zij kan vangen. Wat haast een tweestrijd hier. En gelukkig kwam zij dan toch nog als snelste eruit. Maar u ziet hoe makkelijk dat gaat, hè? Ik kan u vertellen, in de natuur kon zij bijna twee keer haar eigen gewicht op echt leren. En hier is ze dan, Yukan, mijn vriendin. Een Amerikaanse zeearend, die heeft niet direct deze kleuren. Want als jonge vogel is zij namelijk helemaal donkerbruin met zwart. En na 4-5 jaar gaat ze doorkleuren. Rode ibissen, die leven nooit, maar over veel grotere aantallen. Dan praat ik zelfs over duizenden. En dat levert natuurlijk best wel zijn voordelen op. Want als je namelijk in zo'n grote groep leeft en er vliegt toevallig een roofvogel over en je denkt zo, die ga ik even pakken. Dan duikt hij naar beneden. En wanneer hij dan eigenlijk beneden komt, dan is het één groot rood vlak voor hem. En op dat moment weet hij dus niet te kiezen over wat voor rode ibis die dan eigenlijk wil gaan vangen. Ook komt er nog een zwarte ooievaar bij. En tot in tegenstelling van de rode ibis leven deze eigenlijk in de bebossing. Want deze houden er niet zo van om in grote oppervlakte of in grote vlaktes te leven. En dan heb je natuurlijk ook wel weer wateren waar hun natuurlijk ook zonder meer zijn kunnen vertoeven en vermaken. En dan hebben we er nog een. Maar ik blijf nog eventjes bij de rode ibissen. De rode ibissen is namelijk zo, wanneer ze een nest gaan bouwen en eieren leggen en jongen krijgen, hebben ze niet direct dezelfde kleur als hun vader en moeder. Dan zijn ze namelijk zwart. U ziet hier twee lopen. Twee zwarte jonge vogels. En die krijgen uiteraard na een bepaalde tijd ook de kleur van hun vader en moeder. Gewoon de mooie rode kleur. Meteen plaats op de collector dus. En als u interesse zou hebben, zou u aan hem een kleine bijdrage kunnen geven. Hij pakt muntgeld. Dankjewel. Hier. Heb ik? Ik heb er één vast. Dank je. Ik heb er één vast. 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 Ik heb er één vast